Zo, ik moet hoesten verder omdat ik zo honger heb. Ja, dat zal wel weer. Oh nee! Wat? Help me! Help me! Help me! Ik word aangevallen! Heb je hem aangeraakt? Hey kijkers van Kicks Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Community Craft aflevering. En vandaag ben ik niet alleen, ik ben hier samen met iemand die zich verstopt heeft. Maar waar zal hij staan? Yo. Ik zal je niet gelijk doodmappen aan het begin van deze aflevering. Dit is lang geleden. Ja, jij was er bij de allereerste Community Craft aflevering. Ja. Jij hebt mij geholpen. Je hebt het huisje weggehaald. Ja, er staat nu een fontein op de plek waar ons huisje stond. Dat is gewoon een eerbetoon. Ja, zo. De fontein is gewoon dat eerbetoon. En zeker dat poppetje wat ik voor me zie, want dat lijkt op een eenoog. Dat is David's skin. Hè? Dat is Marnik, de nieuwe stagiair, die zit ook op Community Craft en die mocht iets bouwen voor mij. En die ging David zijn skin bouwen en dat is het eindresultaat. Een hele kunstvorm van zijn skin is het. Kun je het niet beter Ronald zijn skin noemen? Ja, eigenlijk wel, want het heeft maar één oog, hè? Echt, het is rood. Ik zie hier geen David. Sorry, maar ik zie geen David. Nee, ik ook niet. Maar goed, het is... Oh, kijk, je hebt gelijk gear gevonden ook, zie ik. Ja, uit je chesten. Oké, maar wat is de bedoeling van vandaag? Je hebt me uitgenodigd, je zat zo van... Yo, Timo heeft laatst wat gemaakt, laten we het uitlachen. Ja, nou ja, dat heb ik nooit gezegd door Timo. Maar kijk, Timo die zou voor mij een kasteel maken, want daar was hij heel goed in. En hij heeft die twee torens daar neergezet. Oh my god, dat is lelijk. Ja, hè? Maar Timo, wat lelijk, Timo. Timo, wat lelijk! Timo, je kan echt niet bouwen. Je kan echt niet bouwen, ouwe. Nee, want... Nee, het ziet er goed uit. Het is op zich... Maar het kasteel is nog lang niet af. Laten we dat voorop stellen. Ja. Oké, we gaan naar boven kijken. Je hebt ook getypt. Lelijk. Nou, we lopen met het werveltrapje omhoog. Nice, want het is echt lang geleden, man. Er is echt veel veranderd. Je bent nu al verder dan ik zelf. Ja, maar ik heb best wel veel gebouwd ook. Het ergste nog, wij hebben nog maar één huisje en dat is nog steeds hetzelfde huisje. Wacht, ik ga in de andere toren. Oké. Ik viel naar beneden. No. Oh, als ik nu val, hè? Dan heb ik een probleem. Ja. Yo! Yo! Oké, ik vind het een geweldig idee. Ik heb iets leuks. Vertel. We gaan Jackass doen. Hé, daar loopt iemand. Ja, dat is volgens mij Alex. Dat is Alex, ja. Okay. Zullen we Jackass doen? Ik vind het helemaal goed. Oh shit, ik viel al bijna. Oké. Dat doen we zo. Je doet nu witte tekst in beeld. En zo van de naam van de prank. Of hoe dat er ook noemt. Ja. Oké. My name is Ronald. And this is the water jump. Dat was echt op het nippertje. Oh shit, ik zit onder vast. Ik viel echt bijna op dat houten vlondertje. Oh, heb jij een taak wat ik moet doen? Moet jij zoiets van, jij moet me nu echt zo van, zo met de zweep. Rood. Jij moet dat doen. Wow. Ik nam het iets te serieus. Wat ga je nou doen? Ik ga eten jatten. Oh, zit je boven? Ja. Nou, weet je wat een beetje, je gaat bijna dood. Ja. Oh, wacht, hier. Brood. Oeh, nice. Dankjewel. Ik dacht al, what the fuck, waarom word je gehit? Maar oké. Nou, weet je wat het is? Iedere YouTuber die hier komt, behalve David en Adam van Duur, want die gingen trollen, Colin. Maar ja. Iedere YouTuber die hier komt, die bouwt iets. Zoals dat mooie David kunst standbeeld. Timo heeft die twee torentjes gemaakt. Joey dat huisje daar. Dus in principe mag je iets bouwen op dat eiland. Wat zal ik bouwen? We gaan een standbeeld maken van David. Een echt standbeeld van David. En dan recht tegenover die van hem. Ja, maar ik zie hier geen David in. David heeft haar. Hij heeft twee ogen. Ja, maar we hadden ook niet alle blokjes. We hadden alleen dirt, hout en stenen. Oh, wauw. Maar voor mij mag je dat doen. Ik heb alleen geen kleuren of zo. Oké, nee, ik weet wat leuk is. Oh, oké. We gaan... Kijk, ik heb één oog.
Ja. Ik ben een cycloop, dus ik vind dat we hier ergens een cycloophol moeten maken. Oké. Ik vind het helemaal goed. Jij hebt echt alleen maar kobbel nodig, om het zo maar te zeggen. Oké, ik denk dat we dat in het pakhuis hebben. Dat was je net. Waar je eten hebt gestolen. Ja. En anders heeft Alex misschien ook nog wel ergens in een ander huisje. Ik denk dat we beter daar kunnen kijken. Kom maar mee. Oké. Gaan we Alex looten? Ja, we gaan Alex looten. Vindt hij leuk. Nice. Ik zeg altijd dat het mag, maar ik heb het eigenlijk nog nooit aan Alex gevraagd. Sorry Alex, als je dit ziet. Alex, oké, hij is nu binnen. Oké, hij is binnen. Ik doe wel. Oké. Hey. Ding dong. Hey Alex. Hi. Oh shit, ik mag niet door de deur. Oké. Ja, nu wel. Alex. Alex, we hebben je spullen nodig. Yo, Alex. Ja. Hey Alex, yo. Yo, hey. Yo Alex, yo. Hey, yo. Hey, hierboven. Hey, yo. Ik kijk even verder. Yo. Hey Alex. Hey, hier lag kobbel in. 4, maar niet heel veel. Oké. Okay. En eieren, die nemen we mee. Meloenen nemen we mee. Oh, 3 iron golems hier gewoon. Kan ik je ergens mee helpen? Gebruik je oven. Nee hoor, Alex, je hoeft ons niet te helpen. Ronald helpt zichzelf. Oh nee, dit kan ik niet maken. Dit is trouwens, dames en heren, Alex, mijn nieuwe eilandbewoner. Assistente. Ja, die heeft dit eigenlijk allemaal. Dit huis heeft hij gebouwd. De iron golems en alles hier heeft hij gebouwd. Gebruik je oventjes eten. Oké. Ja, zo blij, Smiley. Zo, hebben we wat eten. Want, oh, hij heeft een kobbel. Nou, dankjewel, die heb ik nodig. Ik voel me zo vies. Staat weer een iron golem daar helemaal te spacen. Het zijn er ook 4. Wat? Ik heb 4 iron golems. Oh, je bent weer aan de dood gegaan. Oh nee, je redt me. Je hebt vlees in je handen. Nee, ik ben aan het koken, oké? Hier. Oh nee, jij bent hier de vrouw in huis, dus Oh, moet ik koken? Ja. Oké, wacht. Is er nog ergens overvrij? Nee. Ja, je bent echt heel goed. Je bent echt heel goed in koken. Oké, wacht. Ik geef je... Ik doe wel de intro. La, 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 la. Oh, kijk, er komt al vlees uitgerold. Zal ik de intro song doen? Dames en heren, welkom bij de sitcom. Voor jullie kijken naar Koken met Kevin. In deze aflevering gaat hij leren hoe je het beste biefstuk maakt. Is dat een beetje rauw, een beetje dat, of wat dan ook? Wat dat leert aan jullie nu? Oh, wat mooi! Go! Dames en heren, welkom bij deze nieuwe aflevering van Koken met Kevin. We zijn hier aan de lopende band cooked pork chop uit de ovens aan het rammen. Want kijk, we gaan even een stukje aan Ronald geven. En we gaan aan hem vragen of hij goed gezout is, goed doorbakken is. Oké, ik sta te luiden. Ja. Ik moet nog eten. Ik mis wat, er moet wat meer ei in. Meer ei, oké. Okay. Ja. Oh, wat? Wow, hij speest hem helemaal. Ja, woep woep. Oké, ze kijken naar hem. Oké, wacht. Nieuwe steak. Met kip en ei. Ik zou wel even een potje even rennen. Even, na het sporten moet je natuurlijk even kip eten. Ja, inderdaad. Dat soort, want dan verlies ik. Ik heb nog steeds geen honger. Oh jee. Oh shit. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh, je bent... ik dacht dat je dood was. Oké. Okay. Ik ga nu proeven, oké? Ja, proef jij maar eens. Ik mis nog wat. Je mist nog wat. Stokjes. Stokjes moeten er nog bij. Oké, wacht. Ta-ta-ra-ta. Ta-ta-ra. Ta-ta-ra-ta. Zo. Oké, we gaan proeven, oké? Ik ga weer sporten. Ja. Ga jij maar sporten. Wil je er ook nog wat gebakken aardappeltjes bij, of niet? Ja. Oké. Nou, ik wil ook meloen. Ik wil ook meloen bij. Hier is meloen. Hier. Oké, ja. Dan geef ik die zo weer terug. Oké. Zo, ik moet hoesten omdat ik zo honger heb. Ja, dat zal wel weer. Oh nee! Wat? Help me! Ik word aangevallen! Heb je hem aangeraakt? Oh shit! Help me! Ik ga dood anders! Nee! Ik weet niet hoe je dat moet stoppen. Vooral eieren gooien naar dat ding, dat helpt.
Oh nee, hij heeft zijn op. Ga naar beneden, hier door de trappetje. Oh nee, wacht, ga niet, hij staat bij de trap. Oké, wacht. Slam dunk! Hier erdoor. Oké. Oh nee, hij staat hier weer. Laat jezelf naar beneden vallen. Reclame! we gaan heel even naar de break. Je kan nu hierdoor, denk ik. Oh, hij komt, Nee! Hij komt! Oh shit. Wat is dit? Oké, we gaan... Mike, come on, Kevin! We moeten even naar de tweede break. Oh nee! Dit is zo stom! Oké, okay, oh nee, ja. Nee. Okay, hij gaat nog steeds achter jou aan. Oh! Aw. Ah, nu heb ik 2000 blokjes van je vandaan. Ah, maar hoe lang zijn we al bezig eigenlijk? Weet ik niet. Ik weet het ook niet. Misschien is dit gewoon een goed einde. Dit is zo stom. Ja, het is wel jammer dat je bent vermoord natuurlijk. Ja, het was wel leuk koken met Kevin. Ja. Maak dat maar af anders. Natuurlijk komen we net terug voor de tweede break. Het is weer heel erg tijd voor de enige echte Kevin de Cookie. Welkom, dames en heren. Dit is de afsluiting van ons programma. We hebben gebakken aardappeltjes en cooked pork chop. Gemaakt met stokjes, met ei en kip en iron golems. Onze gast Ronald is helaas... dood. Niet door het eten, overigens. Het eten was overheerlijk. Maar hij is vermoord door het publiek. Het komt door de eigen eten! Ja, hij is vermoord door het publiek. Heel spijtig. We zullen hem missen. Iedereen zal hem missen. Ondertussen staat hier een creeper te chillen. Oh, bijna dood. En ik wil graag het programma afsluiten. Dank u wel voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie terugzie bij een volgende aflevering van Koken met Kevin. En wie weet leeft Ronald dan weer. Je zal het volgende keer terugzien. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze trieste Community Craft aflevering. We doen hier aan het einde van deze aflevering even een memorial voor Ronald. like als je respect hebt. Ja, like als je respect hebt. Als je respect hebt, respect. Ja toch. Dan moet je moet je gewoon even liken toch. Ja toch. En voeg de video toe aan je favorieten. Abonneer heel even op Kicks Games als je het nog niet gedaan hebt. En dan geef ik Ronald het laatste woord vanuit het hiernamaals. Oh, ik word geraakt!